De enige transfer die PSV in de winterstop realiseerde was de komst van François Marquet van Standaard Luik naar PSV. De Belg werd voorlopig gehuurd en kon meteen aansluiten op het trainingskamp in Belek. My feelings are very, very, very big because it's a big club in Europe. I'm happy to be here. The other player were very, very nice with me during the fly. When I came, they had been good with me. Marquet komt over van de Belgische topclub Standaard Luik. De overstap naar PSV past in zijn carrièreplan. It's a step higher, I think, because PSV is for me one of the best clubs in Europe, and for the young. Voetbal is nu zijn lust en zijn leven, maar in zijn eerste levensjaren lag zijn interesse ergens anders. So when I was a little child, I was, I think, 6. I begin to play basketball, and I love basketball. But my father liked football, you know. He played football, so it was a way for me, you know, a way of life for me. So at 7, I think, I begin to play football with a friend in a club, in the little club of my city, you know, to Franchimont, that is the name of the club. And 1 year later, Standard Liège come to me to make me test and thing like that. And I stay at Standard Liège during 10 years. En Marquet heeft zich daarnaast ook al laten gelden bij het Belgische nationale jeugdelftal. Hij legt de lat daar omhoog voor zichzelf bij PSV. My ambition. Like I said just before, I come from the first team, you know, in Standard Liège. So I want to be the most quickly in the first team of PSV. Ik verwacht ook dat hij gewoon onze spel misschien nog gaat verbeteren bij balbezit en door middel van goede positie en verzorgde positiespel. Maar met name om onze aanvallers door middel van zijn paas vrij voor de goal te zetten. Of door middel van zijn paas in ieder geval even kansen creëren voor onze aanvallers. So I'm a central midfield, offensive of defensive. I don't like to play defense, but if I must, I do. I'm a right foot. I like to play technique, a little space on the pitch. So yeah, I'm a technique player, like a Spanish player or Holland player. Nou, we willen gewoon in die aanstaande periode in de tweede seizoenshelft even laten zien waar zijn echte kwaliteiten liggen. En op basis van beoordeling van die kwaliteiten kunnen we dan pas even bepalen hoe goed hij is en komt die aanmerking voor de toekomst misschien voor de eerste helft dan of juist niet. I want to do the best for the club, no, and we zullen zien.